Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie me zien is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. En vooral nu het kerst is, dan moeten er zoveel dingen te doen zijn. Maar wat als wij deze kerst naar een geweldig magisch kerstpark zouden kunnen gaan? Nou, dat kan. En vandaag zit ik met Showbliss, want zij gaan eentje organiseren. What made is a little Q-Time. Hi Brigitte, hi Ellie. Hello Jelena. How are you guys? Very, very well. Very, very. In the Christmas spirit already. Dat is de bedoeling, dat is de bedoeling. Zeker. Ik heb jullie bij jullie voornaam genoemd, maar eigenlijk is het Showbliss Events. Events. Ja. Misschien voor we naar het kerstpark gaan, want jullie zijn bezig met iets, kunnen jullie me gauw in het kort vertellen wat of wie Showbliss is en wat jullie doen? Like, real quick, want de focus is het kerstpark, zeker. Nou, Showbliss Events is een servicebedrijf. En wij offeren de service naar de klant toe. Het zijn huwelijken, verjaardagen, corporate events, beurzen. Het maakt niet uit. Wij leveren hostesses op thema. Op thema. En je kan zo... we don't do basic, we do art. En op ons kaartje staat ook Showbliss Events, where creativity meets art. Dus dat is ook altijd eigenlijk waar wij heel erg enthousiast over zijn. En dat is ook ons doel altijd, om art te leveren. En daarmee hebben we echt een hele prachtige Surinaamse samenleving die ons ondersteunt in art. All right. Nou, we zijn er in zaal 9 jaar. En als wij, Brigitte en ik... We gewoon ondersteunen elkaar en we know what art is en we create. En we komen eigenlijk ook uit een danswereld samen. We zijn er zeker 30 jaar samen geweest. Mm. Dus we voelen elkaar gewoon aan en het, gewoon, de kunst gewoon, komt gewoon eruit. Yeah. Eigenlijk hebben we geen grens. We go out of the box. The limit does not exist when it comes to Showbliss Events. Nooit niet. Nooit. Oké, dat wil ik nu best wel geloven, want jullie gaan een kerstpark organiseren genaamd de 12 Days of Christmas. Mm-hmm. Daarvoor zou er wel een limit moeten zijn in Suriname, want we hebben niet veel parken. Dus kunnen jullie me even vertellen wat er gaat gebeuren, hoe jullie het gaan doen? En juist daarom is het limitless. Ja, dit is het kerstpark, de 12 Days of Christmas, is eigenlijk een droom van ons. We zijn al 3-4 jaar ermee bezig. En er kwam elke keer wat tussen. En nu dachten we, weet je, het is gewoon de tijd. Het is gewoon de tijd, de situatie in het land, de kinderen. De spirit weer brengen. Ja, wij willen gewoon ervoor zorgen dat iedereen weer opgelift wordt. De Christmas spirit, de tijd van... happiness and cheeriness. Happy faces. Familie, samen zijn, is zo belangrijk. Maar meer nog de creativiteit van de kinderen. En dat was, het kind staat centraal. In al die jaren dat wij les hebben gegeven ook. En shows hebben gemaakt, producties hebben gedaan. Kom je elke keer weer het kind tegen. Wij zijn zelf ook moeders. Wij komen ook de kinderen tegen die met onze kinderen bemoeien. En die hebben dan weer broertjes en zusjes. En in deze tijd met social media, de pressure en... Everything around. Ja, het is eigenlijk best wel verontrustend voor ons wat er allemaal gebeurt. En wij willen dan op onze manier dit teruggeven aan het Surinaams kind. Want zij verdienen het. Ja. Okay. Zij verdienen het meer dan ooit. Nu is de tijd. Ze verdienen het meer dan ooit. Dus terug naar het kerstpark. The 12 Days of Christmas. Wat gaat er dan daar gebeuren omdat het kind het gewoon verdient meer dan ooit? Want nu wil ik het weten. Ja. Want ik ben ook een kind van mijn moeder. Dus, nee, zeker. En ik geloof ook dat alle volwassenen nog steeds kinderen zijn. Okay. It's only gonna be magic. Het moment dat je in het park stapt, dan kom je in de Noordpool. Oh, wauw. Ja, Noordpool. Er gaat van alles gaat er zijn. Het is interactief. Interactief, en actief. Ja. En als we maar een klein beetje kunnen vertellen, erover kunnen we niet te veel. Dat wil ik. Maar op de Noordpool heb je dan natuurlijk Santa Claus. Dat is oké, cliché Santa Claus. Ja. Maar Santa Claus die komt met een heel arsenaal aan elfen. Ja. Want de cadeautjes moeten ergens verpakt worden. En er wordt gewerkt. Dus daar gaan de kinderen mee al in het proces. Oh, dit wordt verpakt, hier gaan we. Dus... Het is ongoing. Mm-hmm. En daar worden zij dan ook een deel van. Mm-hmm. Dus het verhaal van kerst eigenlijk. Ja, mm-hmm. Dus je bent in Santa Claus' huis. Dat is dus de workshop.
En daar kunnen ze natuurlijk ook wel de leuke foto's maken met Santa Claus. Maar het gaat nu echt om de ervaring dat ze niet alleen de elfjes zien, maar dat zij ook met de elfjes mee kunnen gaan werken en de pakjes brengen. En het wordt een hele verhuizing binnen, maar het is een actief en interactief beleving. Het decor is amazing. We hebben twee professionals die de decors bouwen. En met Santa's Workshop is dus ook het eerste thema. En in dit park hebben we dus 5 prachtige thema's. Wow. Mag je de andere 4 ook afnoemen? Je hoeft niet eens in detail te gaan, maar gewoon de andere 4. Ik kan de 2e liften. Okay. En, ja. En de 5e. De 5e gaan we zeker doen. Dat is dus de Candy Factory. En dat zegt het al, waar dus de candies worden gemaakt. Dus je komt binnen in een hele snoepwereld. En we hebben onze, dus Showbliss is eigenlijk ook gefocust op de characters, de artiesten. Mm-hmm. Weet je, dus we hebben dus eigenlijk, onze artiesten zijn dus helemaal verkleed in candy. Ja. In candy. De kachelvaarlijk worden voor Suriname. Ja. Zoete geiten en we hebben weakness for sweetness. Bedoel ik. Nee, maar dat is heel goed wat Ellie zegt. Uiteraard, en de mensen die ons werk ook kennen. Maar het is natuurlijk heel mooi dat we ook nog andere mensen bereiken. En het doel is dus om de creativiteit onder de mensen ook een beetje te activeren. Want uiteindelijk is dit de beleving van de kinderen en ook de volwassenen. En dat kan alleen maar tot mooiere dingen leiden. Mm. En het is dus een pad waar je door gaat. Eigenlijk is het belangrijk om te vertellen waar het gaat zijn. Dus ik was... Ja, ik wil hier zitten. Nee, ik bedoel dit niet zo. Nee. Want het klinkt allemaal zo spannend. En net als wat je aan het begin zei, het is best wel een beetje... Of het voelt een beetje donker aan in Suriname. En als jullie nu iets kunnen organiseren wat de Christmas spirit weer opbrengt, waar jong en oud kan komen. Het wordt een hele ervaring, weet je, dat al je senses waarschijnlijk gaat activeren. Zeker. Dan is de belangrijke vraag nu, waar is het? Wanneer is het? Read wel de 12 days of Christmas. Is het 12 dagen? Is het gratis? Wat moet ik meenemen? Moet ik mijn suiker meenemen om te gaan werken in de Candy Factory? How does it work? Een schortje wel. Nee. Het park heet de 12 days of Christmas. Er zijn dus 12 punten verspreid over het park. Die dus aangeven de 12 days of Christmas. En uiteindelijk gaan we daar een kleine een prijsje aan verbinden. Like de 12 hotspots, zeg maar. Ja. En lever die in en dan krijg je een prijs. Maar goed, dat is dan terzijde. Maar dan het wel. Maar het wordt georganiseerd in de Cultuurtuinlaan. In de Orchideeëntuin van de Cultuurtuin. Oh, oké. Voorin, niet achterin. In de tuin van de Orchideeën- en Plantenvereniging. Oké. Dat is het. Dat is wat jullie moeten gebruiken. Oké. In de tuin van de Orchideeën- en Plantenvereniging. We hebben de blessing van de organisatie. Amazing, ze zijn super enthousiast. En voor ons was dus belangrijk... dat we echt een tuin hadden met bomen. Een park dus. Een echt park. The reason why is dat punt 5, ons 5e thema, dat is dus de main reason voor de bomen, dat we dus dat nodig hebben. Oké, maar jullie geven te veel weg. Je woont nog in die laatste. Want je had me die al verteld. Maar ik wilde weten wanneer het is, hoeveel het kost. Want het is van 20... tot en met 26 december. Mm-hmm. En vanaf 2 jaar, voor de kindertjes, vanaf 2 jaar naar boven. Is er... 2 tot 8 is dat 150 SRD. Mm-hmm. En dan van 8 naar boven is dat 250 SRD. En dan heb je per persoon. Yes. Per persoon. En als ik zo door het park loop, is nog een kleine vraag hoor. Want ik heb eigenlijk zoveel vragen, maar ik moet gewoon komen, wat ik hier hoor. Gaan er ook andere snacks aanwezig zijn? Of moet ik me echt alleen de candy snacks? Kan ik ook een hapje en een drankje halen? Nee, er is zeker een food and beverage afdeling. We willen alles in de Christmas spirit houden. Mm-hmm. Dus alle snacks zijn er, hartig en zoet. Maar alles heeft te maken met kerst.
Alles wordt ook verpakt en helemaal gebracht aan de klant in de kerstsfeer. Ja, het wordt een cadeautje. Ja. Alles is ook een, we zijn in met kerstmuziek. Mm-hmm. En dus is de bedoeling de hele productie gewoon, is. Er zijn gaan genoeg banken en stoelen zijn waar je dus kan blijven zitten en verder enjoyen. Dus het is gewoon niet alleen door het park lopen en weggaan. Het is een Ik denk dat die mensen gewoon gaan blijven hangen. Zeg. Nee, dat is de bedoeling. Ja. No. Het is een hele ervaring. Het klinkt alsof jullie over alles hebben nagedacht wanneer het komt to this Christmas park. Yeah. Yes. En ik vind het fijn dat jullie echt ook de kinderen hier als center point hebben genomen. Zodat zij ook de true meaning of Christmas exactly. Kunnen ervaren op een betaalbare. Nee, het kost natuurlijk heel veel geld. Maar we wilden het begaanbaar maken voor een ieder. Yeah. Nogmaals, de kinderen die zijn nummer 1 bij ons. En dit is onze manier van teruggeven. En ik geloof ook dat we het allemaal samen, de hele gemeenschap, gewoon positief en met een goed hart daar komt en het allemaal ervaart zoals wij het ervaren. En dat is onze gift naar hen. Wauw. Guys, prachtig. Het klinkt helemaal goed. Ik wil jullie bedanken voor het komen. Ik heb straks nog een paar andere vragen, maar dat is voor daarna. Mm-hmm. Maar bedankt voor het komen en bedankt voor het willen teruggeven op deze manier aan het Surinaamse kind. Thank you for the opportunity. And thank you so much. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Deze kerst wordt een hele andere kerst, want Showbliss Events organiseert een magisch kerstpark genaamd de 12 Days of Christmas. Het wordt gehouden op 20 december en het is tot 26 december. Je kan een kaartje halen als je hun social media kanalen volgt, vooral Instagram op showblissevent.sr. En daar wordt alle informatie doorgegeven. Ga en beleef the true meaning of Christmas, the full Christmas spirit. And a Merry Christmas and a Happy New Year. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.